Je weet hoe die ongeluk gebeur en ik het op een tijd gewerk. Toen een van die vrienden van mijn baas gesê, meneer Kathleen is baie sterk. Toen zei meneer nog wel, sy sal agterna siek raak en dit is wat gebeur het. Je weet die oogend met die ongeluk, toen moet ek medicijnen maak. En van huis tot huis afstap in die pad. En by elke ma, een bykie medicijnen gaan gee net vir kracht. Terwijl ek staan en kyk naar die vijf lijkjes, die ses vijf lijkbaas, so daar oor die berg kom af naar ons, want daar was vijf lijken in onze straat geweest. Dit is hoekom ek nog steeds probeer om hulle bij mekaar te hou. En soos eerlijk en sien, ons is altijd blij om mekaar te zien. Hulle beteken verskrikkelijk baie vir my en ek het net kom lief raak vir hulle, want ons het een seer wat ons deel. Ons allemaal deel die een seer. Ek sal altijd vir hulle goed bij mekaar maak, soos nou ek is reeds bezig om kleren, bedden, goed alles bij mekaar te maak. Ek kan my tekort doen, maar ek voel, ek moet kyk met hulle, moet het goed gaan. Dit is ook om nou nog. Ek voel om daar te wees vir hulle, tot en met ek ook heen gaan. Al die ouwers kyk op na my toe. Dat voel vir hulle so, ek moet een plan maak, dat daar daarom net ten minste iets na hulle kan toe kom. Die ding is, dit gaan nie altyd oor gealtie. En onze ouders, ongeluk van onze kinders het nog nie afgesluit nie. Ons het nog nie closure gekry nie. Om rede, niks het nog eindelijk gebeur nie. Toe die hofsaak klaarmaak in Nysna, toe het ons gevoel, dis reg, want die procureur het gesê, jy gaat eise instel, alles, maar daar het niks van gekom nie. Tot een dag, toe die Agus met die Kaap het gebel, het om vir my te vra, of ons kennis dra, dat die saak klaar is vir dag, en dat al die beskuldigde partijen, hulle het gewen. Toe, ons het van niks afgeweet, want ek sê nie, ons het eens geweet, die saak kom voor in die Kaap. So het ons maar alles gelos, en daarvan is dinge maar soos het nou is. Ons sit maar, ons kry nie mense wat ons helpie, niemand kom na vore nie, niksie. Ons gaan maar so op ons eie aan. Dit is hoekom ons eindelijk blij is, vir julle wat uitgekom het. Dit is eindelijk vir ons iets baie. Dit is baie vir ons, dat ten minste nog mense is wat dink aan ons.